Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze stijmavond, deze eerste stijmavond in de Melkweg. Er zijn drie optredens vanavond. Ik wil eerst een paar huishoudelijke mededelingen eventjes. Ik zit aan volgens mij een vrouw die zit er ook. De zangers die vanavond optreden hebben gevraagd om niet te roken, omdat het slecht is voor hun stem. En ik zou ze willen vragen, er zijn twee pauzes tussen de drie optredens in. Dan kan je eventjes naar buiten gaan en daar even roken als je dat zou willen. In de pauzes tussen de optredens is de bar open. Hij sluit weer en dan beginnen we gewoon met het volgende concert. Even kijken. Oh ja, ik moest nog zeggen dat de tribunes een klein beetje improvisatorisch gemaakt zijn. Dus graag een beetje voorzichtig daarmee. En tijdens de optredens is het niet mogelijk om in of uit te lopen in de zaal omdat het storend is. Dus dat zijn even de huishoudelijke mededelingen. Het eerste concert dat hier zo meteen gaat plaatsvinden, staat iemand er ook daar, is Elisabeth Shimana, André Smirnov en Yuri Spitzin. Die komen uit Moskou, zijn verbonden aan het Tirmin Instituut. En hebben een speciale performance, die heet Sitting in My Chair. Waarbij ze gebruik maken van sensortechnologie en gestuurde videobeelden. Die daar op dit vlak geprojecteerd worden. Daarna is er dus een korte pauze. Dan spelen Netoska Nespanova en Ailet Harpas samen met Hans Christian Gilje, een Noorse videokunstenaar. Ook in die performance zal er gebruik gemaakt worden van vernieuwende of nieuwe technologie die gedeeltelijk bij Stijn is ontwikkeld. En daarna is er weer een pauze. Aan het laatste optreden is van Michel Weisvis en Wesham. Michel is sinds bijna verbonden aan Stijn. Speelt met een instrument dat in Stijn is ontwikkeld. Dat heet de handen, waar ook sensoren in zitten en waarmee het mogelijk is om in real-time te samplen. Dus direct geluiden te pakken die er gespeeld wordt en ze direct te bewerken ook. En de geluiden die hij weer samplet worden live gespeeld door de groep Wesham. Dat zijn twee Marokkaanse instrumentalisten, waarbij één zanger en één speelt op snaarinstrumenten. En dat is het. Dus eerst wordt er geloof ik nog iets gestemd voordat het eerste concert gaat beginnen, maar ik wens iedereen in ieder geval een prettige avond. Ja.
Thank you.
Thank you.
Thank you.